Welkom bij de granenflits van 6 februari. Op de Matifta blijft de tarwe ruim boven de 280 uh, euro per ton hangen. Op de CBOT zit de koers van tarwe zo rond de 7,5 dollar per bushel. Uh, en echt van een plek komen, dat willen de graankoersen of de tarwekoersen op het moment niet. Van deel heeft dat te maken met het Wasda-rapport dat woensdagavond Nederlandse tijd uh, gepubliceerd zal worden. De markt is daar nu al een beetje op aan het voorsorteren... Uh, wat, waar, waar het Amerikaanse ministerie van Landbouw mee komt, dat weten we natuurlijk niet, maar we kunnen wel wat trends zien in de Crop Monitor die vorige week uitkwam. In de VS daar blijft het droog op de zuidelijke prairies, evenals in Argentinië. Opvallend is ook het geel gekleurde vlakje op de kaart bij, eh, bij Rusland en Oekraïne. Dat heeft natuurlijk te maken met de oorlogshandelingen al daar, eh, waardoor werk op het land bemoeilijkt wordt. Uh, maar ook het weer werkt bepaald niet mee aan een topoogst. Marktbureaus SofEcon en ICAR die kwamen beide met een oogstprognose voor komende oogst naar buiten op 90 miljoen ton. Dat is toch ruim 10 miljoen ton minder dan de uh, 100 miljoen ton die Rusland afgelopen jaar binnenhaalde.